In de badkamer hebben we hier een bijzonder raam. Nou ja, het raam is niet heel erg bijzonder, maar vanuit het ontwerp is er een verlaagd plafond toegepast. En dat zorgt ervoor dat je toch even anders moet nadenken over hoe ga je de shutter erin plaatsen, want dat was de wens. En daar hebben we jou voor nodig. Ja, we hebben er hiervoor gekozen om de panelen op te delen. Dus je hebt boven een vast segment en onder zijn de panelen mooi scharnierend. En we hebben bewust gekozen om verborgen scharnieren te gebruiken, want dat ziet er wat strakker uit. Ja, dat kan ik je laten zien. Kijk, zoals je hier ziet, heb je een mooie verborgen scharnier. En bijkomend voordeel van de verborgen scharnieren is, je zit hier in een vochtige ruimte. Dit zijn RVS scharnieren, dus die zijn vochtbestendig. Ja, nou zei jij nog, jullie zijn altijd eigenwijs. Nou ja, we hebben een prachtig mooie kleurenpalet, zoals bijvoorbeeld de lakkleuren, de bijtskleuren zoals je hier ziet. En ook met een mooie structuur. En dan nog wil je een speciale kleur. Ja, op de wand hebben we wat meer structuur op de tegels. Dus daarom dacht ik, ik vind het daar wel mooi om in ieder geval een wat strakkere shutter toe te passen. Dus dat hebben we in een gelakte gekozen. Dus ik wilde inderdaad een lakkleur op een ander systeem. Maar gelukkig kan ik met jullie alle kanten op. Dus we hebben weer een voortreffelijk eindplaatje gemaakt.